Een beetje goed te bakken hier. Dat is eigenlijk helemaal top. Eigenlijk was het gewoon een beetje zo. Maar nee, het was gewoon echt heel erg gezellig met haar. En dan hopelijk komt er ook andere collega's mee. Maar ik heb ook een klein plantje van haar gekregen. Echt super aardig van haar. Echt waar. Dat geeft ook wel een goede sfeer hier weer voor mijn appartementje. Het is echt een top vrouw. En ik had dus het gesprek met mijn collega ook over mijn snowdrop of mijn plannen binnen YouTube. Beste mensen, top dat je weer hebt geklikt op deze vlog of video. En ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe ik deze vlog nu een beetje moet gaan starten. Want maar ja, dus ik heb al gewoon beter. Ik ga zo eventjes lunchen. En vanavond komt mijn collega hier. En voor de rest zien we een beetje wel hoe we deze dag nog een beetje gaan invullen. Het is een beetje een semi-rustdag. Daarom zal deze vlog denk ik wel iets korter zijn dan de vlogs van de afgelopen dagen. Ja, maar... En voor de rest, ik hoop dat jullie alsnog gewoon lekker gaan genieten van deze vlog, hoe kort of hoe lang die ook is. Ik heb in ieder geval zin in. Ik hoop inderdaad jullie ook. En ja, ik zie jullie straks weer. Dus tot zo. Doei doei. De mensen, het is op dit moment nu 6 uur op de klok. Ja, bijna 6 uur. Waarom is het hier een beetje donker, maar een beetje wat lichter hier. Maar in ieder geval ga ik zo meteen naar de Jumbo toe. Dan geef ze nou af eten halen. Kwam ook een beetje omdat ik het hier weer verder ging schoonmaken. Want ja, over anderhalf uur komt er visite langs. Ja, dat wil je wel een beetje dat je huis een beetje netjes is opgeruimd. Dus afwas is dus een beetje gedaan. Ga ze ook straks die lege flessen eventjes opruimen. Dus die neem ik dan mee voor het winkelen. En waarom zie ik telkens dat mijn kamer bijna leeg is? Terwijl ik er zelf iets heel veel meer veel. Maar in ieder geval ga ik dus nu naar de Jumbo toe. En dan zie ik je straks terug. Want ja, ik wil om... Uiterlijk, 7:15, kort eten, 7 klaar zijn, schoonmaken en dan wachten. Dus ik zie je straks weer. Mensen, ik ben weer terug in mijn appartementje. Ik heb stampot gehaald. Normaal werk ik nooit van de kant-en-klare dingen, maar omdat het nu een beetje een semi-tijdsnood zit, dan heb ik dus kant-en-klare stampotje gehaald. Ik kon ook wel iets goedkoper zoals lasagne, maar hey, daar wil ik nergens voor betalen, omdat het gewoon niet te pruimen is. Naar mijn mening. Gewoon het afkombrood weer. Dan zetten we dan gewoon lekker hier weer terug. Zo. Brood zet ik altijd lekker hier neer. Nou, als het even meewerkt. Top, dankjewel. Ja, ik kon het weer niet laten. Nou. Die gooien we even daar, maar dat ruim ik straks nog eventjes op. Ga ik dit even opwarmen. Met dit erbij. Met de vegetarische slagen, kipstukjes. Gewoon voor in de stampot, dus in plaats van spekjes. Ga ik het zo opeten, dan ga ik het ook het laatste deel mee schoonmaken hier. En daarna komt mijn collega vanuit het werk. Ik weet niet of ik het daarna mag zeggen, maar dat zie jullie straks weer. Een beetje goed te bakken hier. Dat is eigenlijk helemaal top. Eigenlijk was het gewoon een beetje zo. Ongeveer 3 minuten per kant. En dan wachten totdat het een beetje warm is. Dan ga ik het een kleine stukje snijden. En dan stop ik het eigenlijk in de magnetron. En dan zie ik jullie als het helemaal klaar is. Beste mensen, nou, het is klaar. Ja, het eigenlijk zoals jullie ook in de titel zagen. Deels vegetarisch eten proberen. Nou. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik geef daar later vanavond nog een reactie op. Waarschijnlijk einde van de vlog pas. Maar ik ga hier nu van genieten. Ik ga even tv kijken tegelijkertijd. En dan is het gewoon schoonmaken. En dan afwachten om 7:30. Dus ik zie je zo weer. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb alles klaarstaan. Kaasjes. Die ga ik zo weggooien. En ik vermoed bijna dat ze eraan komt. En dan zie ik jullie zo later weer. Beste mensen, ik ben weer terug. Het was vrij gezellig met haar. Een collega vanuit het werk. Nou ja, we hebben dus gewoon gezellig met elkaar theegedronken. Het was goed gezellig. Ik ben wel echt moe. Want ze kwam hier dus inderdaad van 7:30. En kijk eens nu naar de tijd. Bijna 10:15.
We hebben gewoon 2 uur en een kwartier vergoed met haar geklets, maar het was gewoon hartstikke gezellig. We bleven maar aan de klets. Ik dacht bij mezelf, nou, die blijven al ongeveer een uurtje ongeveer. Maar nee, het was gewoon echt heel erg gezellig met haar. En dan hopelijk komt er ook andere collega's mee. Maar ik heb ook een klein plantje van haar gekregen. Echt super aardig van haar. Echt waar. Dat geeft ook wel een goede sfeer hier weer voor mijn appartementje. Het is echt een top vrouw. Ik blijf het maar zeggen. Het is echt een hele, hele lieve vrouw. Eigenlijk toch wel tussen zo'n... Ik heb dan nu weer een soort beseffend momentje dat ik dan weer gelukkig ben dat ik weer een eigen appartementje heb. En dat raakt je toch wel aan de kant. Dat hoor je nu ook een beetje aan mijn stem. Ik probeer het er ook een beetje in te houden, maar toch... Ja, moet ik ook gewoon blij zijn dat ik gewoon hier zit en dan... Het geeft ook een soort semi-geluk gevoel dat je dan ook wel dan hier zit. Ik ben eventjes sprakeloos, mensen. Maar in ieder geval was het wel erg, erg gezellig met haar. Ja, ik kan er gewoon niks meer over zeggen. Ik ben in mijn hoofd een beetje emotioneel. Maar dat soort momenten heb je soms een beetje in het leven. Dus. Maar ik sluit de camera weer eventjes af. En dan kijken we wel een beetje hoe verder deze avond gaat verlopen. Ik zei net tegen mezelf. Oh, het is 12:15 en ik moet nog steeds de vlog afsluiten. Het is echt waar, 12:15. Dinsdag 21 februari. Ik denk dat ik ook hierbij denk ik ook wel bijna de vlog afsluit. Want ik heb voor de rest niks meer te melden voor deze dag. Het chill is nu wel. Ik heb mijn geheugenkaart, of in ieder geval heel wat aantal video's weer verwijderd van mijn geheugenkaartje. Ik zie het nu hier op mijn camera dat ik nu meer dan 2 uur lang kan filmen. Dus dat betekent dat ik iets meer geheugen heb. En ik had dus het gesprek met mijn collega ook over mijn snowdrop of mijn plannen binnen YouTube. Daar ga ik het ook binnenkort over hebben in de komende vlogs. Dan moet ik ook met mijn bewindvoerder erover hebben, want ik wil dat mijn vlogs steeds beter worden. En dat ik ook, zou ik het zeggen? Ik zit een beetje te twijfelen of ik het ga zeggen. Maar, ik ga in ieder geval 1 ding zeggen. Mijn doel is om dus, laat ik het eventjes aan jullie zien. Zodat jullie ook daar meer over kunnen weten. Voor de eerste keer dat ik ook een beetje doorfilm in mijn huis. Maar hier waar dus nu het wasrek staat. Ben ik van plan om hier dus een... hoe heet het ook weer? Een bureau. Plus een goede stoel. Dan een goede, goede computer set. Zo'n ding achterin. Om dus dit soort vlogs. Dus beter te kunnen maken. En ik praat dus nu iets zachter omdat het inderdaad 12:15 is. Lijkt me ook niet zo heel gek dat ik ook eens wat rustiger aan het praten ben. Maar dat is een van de dingen die ik graag wil verbeteren. Maar het is ook niet uiteraard 1, 2, 3. Ik zag ook weer in mijn NS dat de reiskosten zijn gestegen. Dat is... De reiskosten die er dus nu staan, is een derde van het bedrag wat het gaat worden voor de uitgifte, voor verbeteringen voor de vlogs. Dus ik heb nog eventjes te sparen, maar het zit er wel een beetje naar uit te komen. En hopelijk werken de vlogs ook qua financieel, dat het ook iets oplevert. Want als ik zo nu kijk, zijn de vlogs... Ja, we zijn heel goed bezig qua kijkcijfers. Dus dat gaat ook helemaal goed. Hopelijk blijft het ook gewoon zo doorgaan. Want eigenlijk, maar dat zeg ik ook heel vaak in andere vlogs, is vloggen voor mij meer een dagboekje dat ik ook later op terug kan kijken. Zo van oké, hoe doe ik het nu? En hoe doe ik het dan later? Dus eigenlijk een soort reminder van, oh ja. Dat kan beter, dat kan slechter, want ik ben nog steeds in de eerlijk dat het nog beter kan. Maar ik doe het alleen met de materialen die ik heb. Dus ik heb alleen mijn telefoon waarmee ik dus ook deze vlog heb geëdit. En als ik het gewoon via een computer zou doen met een editprogramma Sony Vegas Pro, dan gaat alles veel makkelijker. Dan hoef ik ook niet
Elke keer mijn telefoon bij te pakken. Nee, het is gewoon achter het bureau. Vlogje editen. Dan is het gewoon zo klaar. Maar ja, hopelijk komt het in de toekomst gewoon goed. En dat wil ik ook gewoon zo blijven houden. Dat mijn vlogs gewoon goed werken. Dat mijn abonnees gewoon stijgen. Dat inkomsten een beetje gaan stijgen. Want ja, ik geef nog meer uit. Want ik spendeer dus nu meer aan YouTube dan dat ik binnenkrijg. Dus op een gegeven moment zou ik de inkomsten die ik dan krijg binnen de vlogs, zou ik ook geheim houden. Of in ieder geval, ja, ik heb ook een klein stukje recht op privé. Nou ja, dat is een beetje. Soms kan ik wel eens aan je vertellen wat ik dan verdien met een video. Net zoals de Flikker Maastricht video dat ik erin zit, daar heb ik op dit moment dus nu 31 cent mee verdiend. Nou, dat stijgt wel dagelijks met een cent of 2 of 3. Maar dat zijn toch allemaal van die kleine mini bedragen, dat tellen toch wel een beetje mee. Maar in ieder geval ga ik hier wel de vlog bij afsluiten, want ik zie ook dat mijn camera bijna leeg is. In ieder geval wil ik jullie echt ontzettend bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar mijn vlog. Super bedankt, echt. Hand op mijn hart, super erg bedankt ervoor. Als je deze video top vindt, doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer als je dit nog niet hebt gedaan hier beneden. En hopelijk zie ik jullie morgenmiddag om 3 uur gewoon weer terug bij een nieuwe vlog. En dan zeggen we zoals altijd, later.